Natuurlijk is het spoilers als je het begin niet hebt gezien. Hoi YouTube! Ook even hallo weer naar jullie toe. Het is vandaag 8 mei, moederdag. En wij zijn weer aan het livestreamen. 6 uur, waarom ook niet? Hartstikke gezellig. Queen Zelda, hartelijk bedankt voor je compliment. En Luigi4854, bedankt voor de follow. Je bent geweldig. Ik vind het leuk om zo een vergezag er allemaal op te kunnen noemen. Dus, maar goed, we zitten in de Onion Cave. En we zitten in de randomizer. En we hebben al onze eerste battle hier. Dus ik hoop toch nou het geluid allemaal... Het geluid goed, jongens. Het geluid allemaal een beetje goed te horen. Je hebt zojuist Hardgold gerandomized zodat je mee kan spelen, want je DS is leeg. Ja, dat kan vervelend zijn. Ik moet eigenlijk zeggen, waarom hebben we Waterkip voor? Ik bedoel, die is level 15 ondertussen al. Mirtje21, bedankt voor het followen. Je bent geweldig. Nou, geluid is goed, dankjewel. Feedback is altijd handig. Het is jammer dat Schokken nog geen stroomaanvallen kent. Doe maar Buggerboy. Geluid is prima, geluid is prima. Nou, dankjewel. Fijn om te weten. Het is nog steeds hartstikke warm, dus nog steeds doe ik het rode jasje niet aan. Je ziet hem. Je ziet hem een beetje daar op de achtergrond hangen. Maar ja, het is een beetje aan de warme kant, dus vandaar dat ik hem nou niet aan doe. Geluid misschien iets te hard. Van de game of van mijn audiocommentaar? Er zit verschil in. Dan is het gamegeluid even wat hechter. Even kijken, waar staat hij? Oké, nou zat hij iets achter. Dan zou het nou beter moeten zijn. En Falswipe. Die is altijd handig als we nieuwe Pokémon willen vangen. Voornamelijk Eevees. Ja, Focus Energy. Ik gebruik hem nooit. Maar ik heb hem nou op 3 staan. Dus Clefairy. Ah, oh, die kunnen we makkelijk aan. Perfect. Ja, geluid is belangrijk, jongens. Ik bedoel, ik vond dat mijn audiocommentaar ook een beetje aan de zachte kant was. Dus ik heb mijn microfoon ook ietsje harder gezet. It's super effective! Ik heb alleen de aflevering gezien op YouTube, dus ik heb veel gemist. Ik heb wat gemist. Waar heb ik gemist? Een heleboel. Maar de rest wordt allemaal nog geüpload, dus ja, er zijn weer giveaways. Ik heb hier nog stickervellen. Ik heb nog 2 codes, geloof ik. Dus dat gaat helemaal goed komen. Tenminste, dat hoop ik wel. Maar vergeet niet, onze taak is het om Eevees te vangen. En niet Hypno's. Wij willen Eevees. Hypno's. Doe jij een suggestienamen? Nou, je ziet hoe dat ze genoemd zijn, hè. Dus elke Pokémon heeft ondertussen nou weer een nickname gekregen. Codes zijn voor de Legendary Birds. De chat gaat helemaal wild, hè, YouTube. Dus een smakelijk Linky Boy. We proberen zo interactief mogelijk te doen, dus dat is eigenlijk een beetje de bedoeling van de livestreams. Ik denk dat ik Schokkend even vooraan zet, want ik wil toch echt wel een stroomaanval. Dus. Hallo Sharpedo! Zie, hiervoor wil ik dus gewoon een stroomaanval leren. Snor zit niet in model. Nee, dit zijn voor de Legendary Bird Pokémon. Die heb je niet via de mail gekregen. Dit is voor Zapdos of Articuno of Moltres. Eén van die 2. 3. Je hebt namelijk X en Y en Oras niet. Ja, dan kun je helaas niet. Dan heb je niks aan die codes, helaas. Dat is vervelend. Supersonic Zubat, Supersonic. Er zijn geen Zubats hier. Waarom zit je te mouwen over Zubat? Serieus. Nee, Crazy Jan, de enige plek waar dat je ze vandaag, of waar dat je deze codes kon krijgen in Nederland, dat was in een evenement van Tomocon. En Gamepit was de enige die die legendaries namelijk kon geven. In de nieuwsbrief staan andere legendaries. Dus helaas, niet de legendaries die wij nu dus weggeven.
Pokémon. Goedenavond, mensjes. Hallo, de Dragon Dude. Leuk dat je erbij bent. En een Dratini? Wacht, dit was een trainer battle. Waarom heb jij een Dratini? Ik ben jaloers. Hallo, Zoop. Ik vind het leuk. Dit is mijn eerste stream. Nou, leuk dat je erbij bent, Dubbelfris. Gezellig. Hey, Mume. Ook leuk dat je erbij bent. Deze warme snik heet een dag. Het is warm, jongens. Echt. Ezelf. Wacht, is dat een legendary? Dat is een legendary. Dat is een legendary. Legendary count 7. Dat is al de 7e legendary. En natuurlijk raak ik mezelf in confusion. Noet, doe de geit maar. Dus. Er gebeurt in één keer heel veel achter de scherm, zagen jullie dat? Gelijk hier een smal brood. Hi! Dat is mijn broer. In één keer achter de scherm, heel stiekem. Heeft hij nou net rest gedaan? Gewoon een legendary account te maken. Jongens, dit is live. Daar ken ik niet zoveel editen. En ik weet niet of mijn buren dat heel leuk gaan vinden tot als je de deur open laat als ik aan het live. Ik ben namelijk aan het blaren de hele tijd. Dus moet je altijd echt zoiets van ik doe even de deur open. Heel ook rustig van de zon genieten. Dus. Lekker druk in de stream. Ja, dat zeker. En Noot die load pack. Yay. Eens even kijken, dan mag ik Growl. Ja, watersport vind ik eigenlijk nog meer zinloos. Mijn eerste keer dat ik Zippy live vind. Voor de video dan. Die bestaat niet meer, Queen Zelda. En eerlijk gezegd ben ik die vraag ook meer dan zat nu. Dus Robin, als er iemand daarover begint, ga maar muten. Die regel die stel ik er nu echt in, want ik ben er nou echt klaar mee. Ik heb het vaak zat uitgelegd. We hebben een escape rope. En een random Bulbasaur. We hebben nog geen gastype. Ik wil deze vangen. En dat doen we gewoon met bubbels. We hebben ook een dragonvang. Oh. Ik wil deze vangen. Misschien dan de eerste giveaway weer of zo. Ik bedoel, Scyther, het is leuk om hem te hebben. Maar om gewoon een grastype bij ons te hebben op dit moment, waarom niet? Zullen we deze gewoon als eerste doen met de giveaway? Ik vind dat we deze... Oh, ik heb maar twee ballen. Ik heb maar drie ballen. Ai. Dit kan een probleem zijn. 1. Nee, want de quickball die wil je gelijk gooien. Dus die wilden we nou niet gebruiken eigenlijk. Kom op, dan moet deze blijven zitten. Dan moet hij gewoon blijven zitten. En anders moeten we gewoon meer pokeballs kopen. Nee, helaas. De quickball is nou zou zonde zijn. Een quickball die wil je echt Quickball die wil je echt gebruiken op het moment dat je de battle net ingaat, dus Casiolo, je bent geweldig, bedankt voor de follow! Nou jongens, dan gaan we gewoon pokeballs dadelijk kopen en dan proberen we die Bulbasaur even gelijk te pakken, oké? Okay? Doen we het zo. Dubbelfris, bedankt voor de follow. Je bent geweldig. Je hebt laatst met Medieval teruggekeken en dat was geweldig. Nou, bedankt voor het kijken naar het Medieval. Dat vond ik een van de hele... Ik weet het, ik vind het eigenlijk een van de games die te overlooked is. Het is een van de beste spellen ooit.
Is goed, Robin. Smakelijk. Even kijken. Dit item hebben we daar al. Volgens mij staat er links ook nog een item. Ja, hou jij de card maar eventjes in de chat. Dat komt helemaal goed. Venom. Ja, niet echt zo interessant. Ik bedoel, wat ik zo leuk vind van trainers is dat ze allemaal random Pokémon bij ze kunnen hebben. Maar tot nu toe hebben we nog niet echt het geluk gehad dat we evoluties tegen zijn gekomen. Of een Magikarp. Ik heb pas 3. Juist. Die muziek! Welke muziek? Ik hou niet van Confusion! Oké, dan gaan we gewoon even swappen. Op Jaxel! Ja, dat is jammer, hè? Even ervoor zorgen dat hij me niet kan... Hoezo is hij sneller? Kom op, doe taunt. Oké, goed zo. Ik kan geen Confusion meer doen. Xavier, je bent awesome in het kwadraat tot in het team. Dankjewel. Jullie zijn helemaal geweldig. Moeten jullie niet vergeten. Jullie zijn helemaal geweldig. Nog meer geweldiger dan mij. Mijn broertje die is ook geweldig. Die is echt heel erg hard mij aan het helpen, zeg maar, in de tuin. Want ik had een livestream en toen zei hij van... Jij gaat gewoon die livestream doen. Ik werk gewoon verder in de tuin. Dus af en toe kun je hem wel eens een keertje doorheen zien lopen. Dus vandaag. Ja. Weet jullie dat ook weer gelijk. Oké, nou kunnen we deze... Oh ja, we moeten eerst even hier naar achteren. Daar ligt niks. Hier beneden wel iets volgens mij. Nee, aan de andere kant. En ik hoor mijn wasmachine. Ik moet wel eventjes dadelijk naar boven toe als mijn wasmachine klaar is om heel eventjes naar de uit de wasmachine te halen. Dus Zeep, ik vind jou ook echt heel erg cool. Ik kijk jou al sinds Windweker. Nogmaals, enorm bedankt voor de support. En we hebben een citrusberry alweer. Yay. Nou ja, we kunnen nou in ieder geval een nieuwe route. Het is nou heel belangrijk dat we heel eventjes saven, want hier komen nogal vaak bugs. En dat vind ik wel grappig, omdat het is eigenlijk de locatie van Bugsy. Dus wanneer weer Terraria, please? Op het moment dat we Terraria weer op kunnen nemen. Want Erwin die kon dit weekend niet, aangezien dat hij op First Look Battle Tournament in Rotterdam was. Dus Oké, nou voordat we daar randoms gaan encounteren, wil ik eerst even een paar pokeballs kopen. Hi! We are Team Rocket. What? We broke up a while ago? Give me a break. We are not broken up. Actually, we did once. But we have to come back to pursue Kirio and Giovanni's ambition. Enough talking. Shut up and just beat it. Deal. Welke randomizer gebruik je? Gewoon een willekeurige randomizer. Hier, je hebt niet elke gekke oren. In oras waar je kan zien waar de items liggen. Nee, klopt, die heb je hier niet. Ik ben bezig met een 1-1 remake van de eerste Mario zeepje. Oh, dat is leuk. Dus. Maar goed, ik ga heel eventjes de Pokémon healen en dan gaan we heel eventjes, zo. Random randomizer, gewoon de eerste die ik tegenkom via Google. Dus, en het werkt goed. Haha. Ik ben benieuwd of we nou hier dadelijk eindelijk een Eevee of evolutie tegen kunnen komen. Dus we gaan gewoon zoveel random encounters weer tegenkomen. Maar we hebben echt pokeballs nodig. Dus... Oh. Het ei komt uit, jongens! Het ei komt uit! Wat is het? Een Eevee! Een Eevee! Zeg maar dat het een Eevee is! Nee. Die geven hem nog niet eens een naam. Dat is geen naam waardig dit. Serieus, jongens.
We hebben weer een itemslot vrij, jongens. Voor die Bulbasaur misschien. Of voor een nieuwe Pokémon, wie weet. Weg ermee. Hop, weg. Jee, we hebben een Clefite het eigen gekregen. Wat een teleurstelling, echt. Ik wil Pokéballs hebben. Hebben we weer geld? Kunnen we 10 kopen? Krijgen we weer een Premier Ball? Eens even kijken of we ook nog wat dingen hebben die we nou weg kunnen gooien. Black Belt, nee, die wil ik houden. We hebben wat fossielen. We hebben 3 escape ropes. Daar kan ik er wel 2 voor weg doen. Heeft ook weer geld. De Big Root, die kunnen we verkopen. Die gebruik ik toch niet. Miracle Seed, Firestone. Star Piece, dat is om te verkopen. Zo, 4900. Breng de Pokémon allemaal binnen. Clef is ook gewoon de beste Pokémon uit de hele game. Kuf, kuf. Juist. Nou, we hebben in ieder geval genoeg geld. Dus we kunnen eventjes weer extra Pokéballs kopen. Waarom ga ik hier in godsnaam weg? Ik wil Pokéballs kopen. En de truc is om elke keer 10 Pokéballs te kopen. Omdat dan krijgen we er ook nog eens een keer een gratis premierbal voor. Dus, we hebben er nou 20. Ik denk dat 30 wel goed zal zijn. En dan kunnen we ook nog eventjes wat potions kopen. We hebben er 3. Doe er nog maar 3 bij. En dan gaan we de random encounters gaan kijken wat we dus op die ene route daar tegen kunnen komen. Ik ben nieuwsgierig. Even opslaan. Zoals ik al zei, het kan nog heel erg buggy zijn. Dus, misschien komen we wel Vaporeon tegen. Ik had een reactie binnengekregen over dat er dus een Vaporeon ergens te vinden was. En dat was nogal gemeen. Dus, ik zie hier in een berichtje dat er mensen die naar Mystery Link kunnen gaan. En dan krijg je via internet, als je internet verbonden hebt in Oras of X&Y, kun je een level 100 Zygarde krijgen. Dus hartstikke leuk. Blijkbaar. Blijkbaar kun je die dus nou gratis ophalen via de dinges. Dus. Kun je dus lopen ook wel niet in. Jawel, maar ik wil eerst random Pokémon hier. Kijken welke random Pokémon we hier tegenkomen. Vergeet niet, we zijn nog steeds bezig met een Eevee-jacht. Dus... ik hoop dat we daar juist even tegen kunnen komen. Dus eventjes die apricorns even meenemen. En die patch even weer netjes recht doen. Of 100%. Staat 100%. Tenminste, dat is in het bericht. Ik kreeg het van Robin. Dus, maar ja, die is nou eten. Dus, oké. Okay. We gaan 5 random encounters doen. Een Hitmonchan. Not interested. Oké, dus we kunnen hier een Hitmonchan tegenkomen. Leuk. Dank je, Mime. Een Cherubi. Ook geen Eevee, of een evolutie ervan. Sterker nog, er zijn nog niet eens op een level waarvan ik zeg van... ja, vang me! Ik probeer een Pokémon Ei de hele Pokédex te krijgen. Ik probeer dat met mijn Omega Ruby. Alpha Sapphire, die heb ik dus gereserveerd voor... ja, voor ooit een Let's Play te kunnen doen als we dus de 3DS Capture Card hebben. Oké, okay, we hebben hier alleen maar Hitmonchan en Cherubi. Oké, okay, random encounter 4. Jongens, we hebben iets waar we gaan vangen. Gelijk een quickball erop gooien. Dratini hype. In een quickball. Twee. Ah. Oké, okay, we moeten er toch tegen vechten.
Jongens, de naam gaat pas beginnen op het moment dat we hem gevangen hebben. Dus geduld. Ja, we gaan gewoon tackelen. Oké, we kunnen nog één keer tackelen. Hopelijk geen critical hit. Ik weet niet. Ik vind Dratini evolutie boomvinker is ook hartstikke geweldig. Goed, we gaan pokeballetjes gooien. Eens kijken of we hem kunnen vangen. 1, 2, 3. Klik! We hebben hem gevangen. YouTube, ik knip heel eventjes naar voren toe tot we een naam geselecteerd hebben. Even kijken. Slither, Io, there we go. Oké, mooi. Naam is gekozen, Slither.io. Ik en deze jongen, alsjeblieft. En dan hebben we nog één encounter die we hier zouden kunnen doen. Goedemiddag, daar ben ik weer. Luigi4854. En ditto. Randomheid, hallo. Zeg het eens. Je mag gewoon spreken hoor. Nou, waarom niet? Hij komt even langs hier, kijk. Kijk allemaal naar de camera, kijk allemaal naar de camera, kijk, daar is hij weer. Mom, get the camera. Ik heb ook gewoon ijsthee, joh. Echt niet? Zou je weten? Wat expres om achter de scherm, hè? Dus dan gewoon zo, kijk, hoe komt dat? Het moert. Ditto is cool. Ja, maar ik wil Ditto niet hebben. Ik wil Eevee Pokémon tegenkomen. Maar ja, we hebben nou Slither.io. Dus ik denk dat die... wat kent hij eigenlijk? Thunderwave, Rap, Leer... Oh, dat wordt een ramp om die te trainen. Maar ja, we gaan het gewoon proberen. Dus waarom niet? Het is een Moltres! Ah, dat is leuk om te weten. Ik heb nog één code liggen, dus... En ja, ik heb ook Shiny Eevees, maar dat heeft weer, dat is voor hem, dus ik heb weer te veel Shiny Eevees gedaan daarvoor. Veel te veel tijd ingesproken. Ik ga zo barbecuen. Meer loers. Smakelijk. Ja, smakelijk. Maar guys, hier zijn de regels van de naam van de Pokémon. Je mag natuurlijk de leukste naam verzinnen die je kan bedenken. Let wel op, één naam max per persoon. En je hoeft ook maar één keer je naam op te geven. Plus... Als je mag pas de naam geven als een Pokémon gevangen is. Dankjewel Robin, goed uitgelegd. Met dit ook kun je Eevee breeden als je de Eevee evoluties krijgt. Ja, maar dat is weer te simpel. We willen niet gaan breeden, we willen juist gewoon de evolutie tegenkomen omdat het is randomizers. En waarom ga ik hier in godsnaam weer naar binnen? Wij moeten met die oude Farfetch gaan praten. Nee, dat zou echt rampzalig zijn. Ik bedoel, ik zou echt niet waterpistool in een... ja, Pokémon game willen zien. Who are you? ZBA? Want to make me some balls? Sorry, but that's all I have to wait. Do you know Team Rocket? Don't worry, I'll tell you anyhow. Team Rocket is an evil gang that uses Pokémon for their dirty work. They are supposed to have disbanded 3 years ago. Anyway, they're at the well cutting off Slowpoke's tail for sale. So I'm going to give them a lesson in pain. Hang on, Slowpoke, Old Card is on the way. Okay. Die fan van Ditto is, zegt dan... Linky Boy, we gaan niet spammen in de chat. We gaan niet van die flir... Nee. Hoe kom je eigenlijk bij oude Farfetch? Niet. Farfetch bestaat niet. Farfetch is een leuke. Zeep, er ligt een Nederlandse Pokémon kaart Poliwag met waterpistool naast me. Dat is heel erg grappig, want ik heb hier een kaart en dat is de Nederlandse Poliwag... Je hebt het over Poliwhirl en ik heb hier heel erg toevallig de Pokémon Poliwag in het Nederlands. Ik hoop dat jullie het een beetje zo kunnen zien. Hier, dubbelslag. Dubbelslag, Pokémon kaart. Nederlands Pokémon kaart. Toeval. Dat is eigenlijk een pakketje wat ik hier van Gregory heb. Hetzelfde als dat ik hier ook nog een hele oude Mew kaart heb liggen. Hartstikke gezellig.
En Eevee natuurlijk. Dus verschillende Eevees. Ik hoop dat het een beetje zo te zien is. Ik weet niet hoe goed dat de camera is natuurlijk met de stream, dus... En de Magikarps die heb ik inderdaad op de kast liggen. Die had ik apart liggen voor jou. Mew, zeldzaam, veel geld. Ja, maar ik ga hem niet verkopen, serieus. Ben ik naar die film geweest in de bioscoop, Pokémon Film 2. Oké, okay. Hi. Hey there, JP. The car took off when I shouted at him. But then he took a tumble down the well. He slammed down on my back so I can move. Rats, if I were fit, my Pokémon would have punished them. Dude, serieus. Je hebt alleen maar iets te schreeuwen naar je Pokémon en je Pokémon doen net. Damn, Eevee. Ik hoor mijn wasmachine. Leuk, joh. En mijn broertje heeft het warm. Die staat echt zo. Wauw, kijk. Poochyena. Warm. Nou, weet je wat? Slitherio, ik weet zeker dat jij hem aan kan. Ja? Dus, doe jij nou maar gewoon eerst eventjes een wrap. Als je Magikarps wilt, die zijn te kopen, hè? Bij Mume kun je Magikarps kopen. 10 cent per stuk, geloof ik. Heeft een gouden handel. Dus ik zou zeggen, kom gezellig een keertje langs bij AnimeCon. Dat is tussen 10 en 12 juni in Den Haag. En koop je Magikarp. Nou, staal zie ik hem niet eigenlijk krijgen, maar Poison of Draak zal wel gaaf zijn. Omdat er is nou geen tegenpol van Sylveon in de evoluties. Dat is wel jammer. Als je Pikachu's hebt, mag ik ze dan hebben? Nee, ik ga niks gratis weggeven, sorry. Gemeen, hè? Als je mooi te steken komt, verdien je wel 50% korting. Ah, dat is nice. Oké, we gaan gewoon rappen. Ik wil Poochyena gewoon verslaan voor experience. Ja, maar je hebt ook nog eens een keer de speciale aanbieding. 2 voor de prijs van 3. Ach ja, ondertussen, ik ben heel eventjes de A-knop helemaal aan het... Ik weet niet of jullie dat geklik kunnen horen. Hé, hé. Ik vind dat hij daarvan een level... Is dat alles? I was standing guard at the top when the old school yelled at me. He startled me so much I fell down here. How about I vent my anger and take it out on you? Ja, maar ja, we zijn samen ook hele goede Pokémon trainers en goede rivalen van elkaar. En kijk, daar heb je je Ditto. Wacht eventjes. Als dit er nou is... Ja, weet je wat? We gaan laten dit heel eventjes een... Ja, doe maar even transformeren. Doe maar even Thunder Wave. Wat is er zo bijzonder aan een Magikarp? Alles. Het is de meest irritante Pokémon die ik de hele tijd tegen mijn plaat krijg als ik samen met Mumei op een evenement ben. Dus constant Magikarp dit, Magikarp dat. En dat heeft Mumei ook, maar dan met Eevees. Daar is het dan de hele tijd, ja. Dat dus. Oh, ik dacht dat het nog even niet zou werken op hem. Dat is vervelend. Oké, dan doen we gewoon tackelen. Ik heb heel veel Pokémon gerelateerde dingen liggen. Zoals je dus zeg maar hier net... ja, sorry. Hier boven mijn vingers nou kun je dus zeg maar mijn evoluties en Eevees zien. Dus En waarom is mijn Pokéballetje zo klein, zie ik trouwens? Even een seconde, dat wil ik even fixen. Ondertussen blijf ik wel even op de A-knop drukken. Waar zijn mijn Pokémon's?
mogen wel wat groter zijn. Dank je. Dus. Dat is het nadeel met draak-Pokémon. Die gaan langzaam level up. Maar ja, het heeft zo zijn voordelen. Het gaat best wel snel als je maar wil. Alleen het is wel fijn... Hey, Schokkend heeft eindelijk een stroomaanval geleerd. Liliep, dat was toch die... Ja. Waar is de pratende Pikachu? Die is toen hier. Die hebben we hier, de pratende Pikachu. Alles binnen handbereik, hoe is het mogelijk? Ik denk... Wacht eventjes, was dat nou niet... Ik denk dat ik gewoon Noot-Noot voor het tegen ga gebruiken. Maar weet je wat, we doen eerst even Slitherio. Even weer de experience Slitherio geven. Ik ben een waterteam aan het opbouwen met mijn randomizer, alleen mis ik mijn Magikarp nog. Ik zou zeggen, als je voor een waterteam gaat, dan moet je op zijn minst wel een Vaporeon in hebben. Op zijn minst. Is dit super effectief? Nee, flame. Ja, Magikarp, maar natuurlijk ook een Vaporeon erbij. Ik bedoel, een Vaporeon is ook watertype. Een Vaporeon die hebben nog eens een keertje het voordeel op het moment dat ze dus in het water gaan zwemmen, dat ze helemaal onzichtbaar kunnen worden. Hoe durf jij in deze livestream Vaporeon slecht te noemen tegen een Eevee trainer? Oké, beste J, van de prijslijst af. Even kijken, dan maken we even gelijk notities van. Nee, geintje joh. Hoe lang gaat deze livestream duren totdat die afgelopen is? Best answer ever. Zat hier een hidden item? Wat is dit? Een iron! Oeh, daar gaat defense van omhoog. Dat is handig. Ik ben nu met randomizer alle vuurstart-type starters aan het zoeken. Dan moet je Flareon, die moet je er dan ook bij hebben. Hi. Ja, vergeleken met een Magikarp is een beetje oneerlijk. Ik bedoel, Vaporeon die hoeft maar één aanval te doen en weg Magikarp. Dus ja, er is een reden waarom dat Mume en ik rivalen zijn, hè. Dus... Dit trainer dat gaat moeilijk worden totdat hij eindelijk een keer een fatsoenlijke aanval heeft. Buggerboy. Is niet echt slim tegen een Telo, daarom vind ik het leuk om te doen. Beetje uitdaging. En we moeten onze Old Rod nog hier gebruiken. Tot nu toe komen we niet echt veel interessante Pokémon tegen. Dat is eigenlijk best wel jammer. Jawel, Flareon is de beste starter ooit. Ik wil niet wisselen. Zeker niet tegen de Skitty. Nou, ik moet wel heel eerlijk zeggen. Mume die heeft mij laten zien dat een Magikarp toch behoorlijk vervelend kan zijn als je die in je team hebt. Dus Magikarp die heeft echt wel een hele sterke kracht erin zitten. Elke evolutie is goed op zijn eigen manier. Ik zou nooit een Pikachu knuffel willen hebben. Later leert Magikarp ook Tackle. En Flareon is een starter in sommige randomizers. Precies! Ja, maar dan is elke Pokémon eigenlijk een starter. Precies! That's my point! En we hebben Rose Incense gevonden, blijkbaar. Wat het is, ik heb geen flauw idee, maar we hebben het gevonden. Net zoals weer een random Poochyena die irritant zijn. Goed. We komen aan bij... Weet ik voor wie dat hij is. Hij heeft drie Pokémon's en hij heeft een Poliwrath. Zo.
Nou ja, er is op zich schokkend wel heel erg goed tegen. Dus we zouden nou ook noodnood kunnen gebruiken. Espeon en Umbreon zijn starters in Pokémon Colosseum, klopt. Maar daar begin je automatisch mee, je hebt daar geen keus voor. Die krijg je gewoon automatisch. Spark! Ah, dankjewel Mimee. Dat is handig om te weten. Het zou wel handig zijn om een experience share te vinden. Cranidos! Wat was Cranidos ook weer voor een Pokémon? Ik heb geen idee. Dat ziet eruit als een staal-Pokémon. Au, dat deed pijn. Schokkend, die poont er behoorlijk doorheen, hè. En Torterra. Torterra, dat is die grasgrondtype. Dat weet ik zeker. Ja. We gaan gewoon voor waterkip. Ik weet dat Ember normal damage nou zou doen, maar... Oh nee, gewoon super effectief. Oh ja, grond, dat is niet preventive tegen... Maakt niet uit. Waterkip was een goede keus. Flying aanval gebruiken. Dus rotstype. Maar Ember is super effectief. Ja, misschien is het ook wel handig om een beetje... Wacht, Waterkip wil pek leren, die heeft hij al geleerd. Oh nee, dat was... Noodnoot die had al geleerd. Maar ja, maakt niet uit, dan leer jij dat nou ook. Maar misschien moeten we inderdaad een beetje beter gaan kijken hoe dat de gender er ook bij zit voor de namen. Dat is misschien wel handig om inderdaad te doen. En als ik me niet vergis, komen we nou bij onze eerste evolutie. Kan ik eigenlijk mooi een slokje drinken pakken. Wat? Waterkip gaat evolueren. Vergeet niet, Waterkip die hebben we gevangen in het water. Een vuurtype. Ja, hartstikke raar. Wat voor een kant. Maar goed, we hebben dus nou Combusken. En die wil Double Kick leren. Dat kan handig zijn. Eens even kijken. Want dat is een dubbele 30. Dus dat is automatisch 60. Ik gebruik Focus Energy nooit. Dus ga maar weg daarmee. Oké, nou, ik doe hem heel eventjes weer voor de zekerheid even opslaan, zoals altijd. Nee, jullie hebben dat nog niet meegekregen, maar Waterkip, we hebben dus gevist met de Old Rod. En toen kwamen we dus een Torchic tegen in het water. Hoera voor die randomizer. Dus vandaar dat we de nickname Waterkip hebben gegeven. What have we here? I'm often labeled as the scariest and cruelest guy in Team Rocket. I strongly urge you not to interfere with our business. No, sir. Oké, dus we moeten tegen Proton vechten. Gezellig. En die begint met een Slackheart. Nou, Slackheart, dat is al een lachertje. Ja, Lipton Icy is back. Ik heb vruchtendrank de hele dag. Maar dat zit in een pak en dat is lekker als het koel is. Dat lijkt mooi in een koelkast. En wat dus ook heel erg vervelend is, is dat mijn vriezer is vandaag kapot gegaan. Ik vond tot nu toe het eigenlijk nou ook even weird. Wauw, hij doet crash. En dan krijg je daarna zijn beste aanval. Ja, doe maar een bubbel. Jij bent best raar.
Jij bent Bastraar. Bastraar. Jij bent Bastraar. Bast. Iets met Bast. Slaakpot is OP als hij in zijn laatste vorm zit. Mee eens, maar vergeet niet dat hij maar één keer in de twee beurten kan aanvallen. Noot Noot. Juist, level 16. Ja, ik was wel op zoek naar een nieuwe hoor, dus maar dat wordt vandaag wel gefixt. Maar dat zul je altijd zien, er gebeurt altijd op het moment dat je juist niet wilt dat zoiets gebeurt. Ik denk dat ik ga streamen met als donatiedoel. Nee, want dat is eigenlijk een beetje streamen bedoel voor eigen gebruik. Wat ik hiervoor doe is echt speciaal voor de kijkers. Ik bedoel, ik heb mijn eigen 3DS hier liggen. Dus ja, daar kan ik niet mee opnemen. Maar met een 3DS capture card kan ik wel opnemen. Dus dat is meer voor jullie als voor mezelf. Dus. Maar misschien is wel een andere manier om jou aan een Pikachu knuffel te geven. En waarom doe jij protect? Dat is irritant. Ik wil mijn life goal behalen. Mijn eigen Pikachu. Nou, weet je wat je dan kan doen met Pokémon Go? Dan ga je de bossen in en... Nee? We hebben Proton verslagen. Girl, for a kid to be this good. Piplup, evolueert, nood voor de evolutie. Ik zit eraan te denken om Alpha Sapphire te doen. En Noot is geëvolueerd. Metal Claw. Oeh, die is goed. Metal Claw is een hele fijne aanval. Hoeveel power heeft hij eigenlijk? 50. Doe Growl maar weg. Majora's Mask ook. Die wil ik ook doen. Yay, we hebben Metal Claw geleerd. Team Rocket was indeed broken up 3 years ago. But we continued our activities on the ground. A small obstacle like you won't be much of a problem for a mission. I advise you to be very afraid of what is to come. Oké, okay, bye, doei. Screw jou. Zoek het uit. Ik heb een nieuw 3D. Ja, ik heb deze, die heb ik nog steeds sinds 2011. Dus daar ben ik heel trots op. Pokémon Go is nog niet uit. Bijna. Anders ga je Pokémon gewoon pakken een Pokémon spel. Kan ook. Hi, Zavy. You handled yourself like a real hero. As I mentioned before, Team Rocket was disbanded by a boy called Red 3 years ago. Was ik, jongens. Was ik. Maar goed. Waarom deed je vroeger ook wel eens Engelse Let's Plays? Daar ben ik mee begonnen. En we krijgen een gratis Pokeball. De Fastball. Nee, je wist niet echt een snelle Pokémon. We komen een Jolteon tegen, dan is een Fastball eigenlijk wel handig. Nee, ik wil mijn Apricorns nog niet aan jou geven, want dat duurt te lang. Maar goed, we zijn nog niet echt nu bezig, weet je waar? No, I don't like your grandpa. Oh, wacht, ik moet hem melden. Ja, ik moest zijn nummer even vragen. Ja, ik wil wel met je opa praten. Dat is een handig nummer. Koop Pokémon Sun and Moon alleen maar voor de nieuwe 3DS of ook voor de normale 3DS? Geen idee. Gamers sporten te weinig. De Wii laat me soms aardig sporten. Als ik de HTC 5 binnen heb, zit ik intensief te sporten. Nou, ik heb op de Wii heb ik Smooth Moves gespeeld. Hoezo sport je dan niet? Ik bedoel, serieus. Ik zou... Kijk maar voor de grap naar mijn Let's Play. Maar goed, we hebben nog één belangrijk ding te doen voordat we dus naar de gym battle toe gaan. En dat is dus om te kijken welke Pokémon kunnen we hier tegenkomen met de Old Rod. Volgens mij ben je moe. Volgens mij heb je zoiets van, moet ik even verder schreeuwen, ik heb geen zin meer, bekijk het. Dan weet je, dan mag je gewoon... Sst, ik ben aan het vissen. Nee, ik draai... Oh.
Ook je jaagt de vissen weg. Hey, een vis. Of een Pokémon. Dat is geen evolutie. Hoe moeilijk kan het zijn, spel? Ik heb een DS met Soul Silver naast me liggen. Herhaling. Leuk. Ik heb hier mijn Omega Ruby spel liggen. Met mijn evolutie team. Oké, nou weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon onze Pokémon healen. We gaan eventjes opslaan en we gaan eventjes voor een hele kleine pauze. Want nogmaals, het is heel erg warm. Dus voor de YouTubers, heb je een leuk zo'n momentje? Laat het weten in de reacties natuurlijk. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Wil je zelf nou ook in zo'n livestream zitten? Onder in de beschrijving, daar staat een link voor Twitch. Wanneer we gaan live streamen, dan zou ik zeggen van ga naar Twitch. Klik op de follow button en je zal automatisch een notificatie krijgen. Wanneer dat we weer live gaan. Dus ja, ik dank jullie voor het kijken. Hoop jullie allemaal te zien bij de volgende video. Wat dat ook gaat worden, dat is nog altijd maar de vraag. Bij mij op het moment, aangezien dat ik het heel erg druk heb. En livestream kan ook natuurlijk heel erg leuk zijn. Ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende aflevering.